Het is een geraamte van een hond, die is gevonden in de Egelshoek. En daar staat bij, dat was heel bijzonder, een klein beeldje hieronder. Dat zie je hieronder. En nu ging het verhaal dat er in de archieven van Nijenburg een brief te vinden is van een jongetje, Pietertje, die schrijft aan zijn vader dat zijn hondje overleden is. En dat hij dat begraven heeft met zijn lievelingspopje erbij. Andere mensen zeggen nee, dat verhaal is verzonnen, maar als we het kinderen vertellen, dan vinden ze dat ontzettend leuk als ze dat doen. Want ze zijn bij elkaar gevonden. Dus in die zin zit er ook wel een soort logica in het verhaal. Want waarom zou er bij zo'n geraamte zo'n poppetje liggen? Dus daar hebben we een mooi kastje van gemaakt. Ja. En dat is voor kinderen altijd heel leuk. Ik zie nu dat... Is net zo beroemd bijna als de sikkels. Het is 6000 jaar voor Christus gedateerd. En het houtje is eigenlijk het bovenhoutje van iemand die met een stok en een boog vuur aan het maken is. En door die boog te bewegen gaat de stok draaien en aan de onderkant zit wat mos bijvoorbeeld en dat gaat dan langzamerhand vlam vatten. Maar zo'n stok moet je aan de bovenkant vasthouden en dat doe je met een houtje. En hier in dit houtje zie je nog de afdrukken van de stok die persoon heeft gebruikt. En dit is natuurlijk heel bijzonder. Dit is een vondst bij Betsy's Hof. In 2008, dat is een zogenaamde glis, dat is een runderbot. En die werden in de 16e, 17e eeuw gebruikt als het glad was, 's winters, onder de schoenen gebonden, zodat je je wat glijdend kon voorbewegen. Het is meer, denk ik, skiën dan schaatsen. Maar er zijn diverse afbeeldingen op schilderijen van mensen die op die manier de gladheid proberen te overwinnen. En soms ook op het ijs bezig waren met zo'n glis. En hier heb ik er nog een. En hier zie je duidelijk bijvoorbeeld de gaatjes die erin geboord werden om ze onder de schoenen te binden of onder de voeten. De glis is interessant, want het zijn pitten die gevonden zijn in afvalputten. En het gebruik van die pitten vertelt natuurlijk meteen het verhaal wat voor fruit gebruikten die mensen. En als je dat vertaalt in rijkdom en armoede, weet je ook meteen of het welgestelde mensen waren. Omdat je weet dat bepaald fruit wel of niet veel voorkwam in een bepaalde periode. En tot zeggen we, het voedsel van de rijken of de armen behoorde. Ja. Dus pittengebruik en alles wat daarmee samenhangt, vertelt heel veel van de geschiedenis van het leven op zo'n moment. En daarom laten we ook deze pitten zien. Links tegels uit Heilo zelf. En rechtstegels uit eigenlijk het hele land, met als thema bloemmotieven. En deze tegels zijn allemaal van eind 16e eeuw, begin 17e eeuw. Vriendenvitrine, en dat is een vitrine met vondsten van... door mensen aangegeven hier, die bijvoorbeeld uit de achtertuin komen of een ander terrein. En die willen ze vaak ook zelf houden, maar ze willen ook de inwoners van Heilo laten zien wat ze hebben gevonden. Dat vind je hier terug. En sommige dingen zijn een beetje zelf.